Het is vandaag maandag en het is 20 april en ik heb over 9 minuten online les. Daarnet kon ik niet echt praten, want er waren twee bouwvakkers of zo hier in huis. En die maakten echt ontzettend lawaai, dus ik ben heel blij dat ze weg zijn. Maar mijn broertje en Milan slapen wel, dus ik praat niet heel hard. Ik ben klaar met mijn online les. We zijn 20 minuten eerder klaar, dus dat is top. Nou, ik ga nu mijn tas inpakken. We gaan naar huis. Zo, let's go. We zijn weer bij mijn vader thuis en ik ga even wat ontbijten maken. En ik ga weer gewoon yoghurt maken met bosbessen. De bosbessen zijn ontdooid en dan ga ik er nu een beetje van deze yoghurt bij doen. Even kijken hoeveel. En dat ga ik lekker door elkaar roeren en opeten. En ik zal straks trouwens gaan laten zien aan jullie hoe ik mijn Instagram foto's bewerk. Want daar komen wel eens wat vragen naar. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om dat in deze dagelijkse vlog te gaan laten zien aan jullie. Oké, ik dacht misschien is het wel leuk om aan jullie te laten zien hoe ik mijn Instagram foto's bewerk. Omdat ik daar best wel vaak vragen onder krijg. Onder mijn video's, maar ook onder mijn foto's zelf en in mijn DM. Ik zeg altijd wel van ik bewerk via Lightroom. Maar het is best wel lastig uit te leggen via een DM hoe je je foto's bewerkt. Dus dat ga ik aan jullie laten zien. Ik ga hier denk ik eventjes een schermafbeelding ding plaatsen. Nou, als je naar mijn Instagram kijkt zie je vooral veel kleur eigenlijk. Maar wel over neutraal of zo. Kijk, hier was het echt een bommetje. Ja. Hier had ik echt alles door elkaar heen. Terwijl ik het wel heel erg leuk vond, dit ook. Ja, ik vond het ook best wel leuk, al die kleur zo. En nu heb ik nog steeds wel wat kleur. Maar ook een beetje mijn beige er doorheen. Dus dat is een beetje mijn feed momenteel. Hier heb ik een mapje met foto's. En hier zijn eigenlijk allemaal dingen die ik voor foto's kan gebruiken. De helft gebruik ik niet. Dat Unfold en Story Edit gebruik ik soms voor stories te maken. PicsArt gebruik ik eigenlijk nooit meer. En collage gebruik ik alleen bijvoorbeeld als een vriendin jarig is en ik wil eventjes allemaal foto's in een collage zetten of zo. Dan heb ik InShot, daar maak ik nu eigenlijk altijd mijn stories mee. Beauty Plus, Color Tone, Facetune, Lightroom, Unum. Dat is heel chill. Dan kun je zeg maar een beetje ja, je feed vooruitwerken eigenlijk. Kijken hoe het staat en zo. Dus dat. Dan heb ik nog Afterlight. Dat heb ik vroeger heel veel gebruikt. Nu eigenlijk nooit meer. Snapseed en gewoon foto's. Maar welke ik dus altijd gebruik is Lightroom. En even kijken. Even een foto uitzoeken die ik al geplaatst heb op Insta. Maar ik dacht die zo makkelijk om aan jullie te laten zien. Nou, als je hier gewoon even mijn helderheid. Ja, die staat op het hoofd. Als ik hier de foto heb, dan ga ik eigenlijk als eerst naar licht toe. Ga ik als eerst naar licht en dan ga ik naar schaduw. En die doe ik vaak best wel een stukje omhoog. Ik heb nooit dat ik zeg, oh ik doe hem altijd op 35 of altijd op 40. Ik kijk gewoon per foto wat ik het mooist vind. Ik gebruik dus ook geen preset, geen vaste filter. Omdat ik heb dat wel een tijdje geprobeerd. Alleen, ja, bij mij werkt het gewoon echt niet. Ik kon echt niet op iedere foto dezelfde filter of preset doen. Dat werd gewoon echt niet mooi. Of ja, vond ik dan. Dus ik kijk gewoon een beetje naar wat ik mooi vind. Nou, witte tinten doe ik ook altijd een beetje omhoog. Hooglichten ook. Dan ga ik naar contrast. Die doe ik ook wat omhoog. Zodat iets meer diepte komt in de foto. En qua zwart kijk ik altijd wat ik mooi vind. Ik doe hem nu ietsjes omhoog. En belichting ja, doe ik vaak niet zo heel erg veel mee. Soms een klein beetje. Zo. En dan straks ga ik nog verder spelen. Maar ik ga nu eerst verder naar kleur. En hier doe ik eigenlijk nooit wat mee met temperatuur, kleurtint, bla bla. Ik ga gelijk naar mix in het hoekje. En ik begin altijd met de gele.
Ik ga nooit heel netjes op kleur. Ik doe altijd gewoon welke ik als eerst wil. Dan doe ik verzadiging een beetje naar beneden. Want dan zie je dat de achtergrond veel minder geel wordt. Dus die doe ik een beetje naar beneden. En dan de luminantie, die doe ik een heel klein beetje omhoog, maar niet te. Dan ga ik naar oranje. Want met oranje kun je ook heel goed je huidskleur een beetje aanpassen. Om jezelf net even een tikkeltje bruiner te maken. Kijk, met deze maak je jezelf echt oranje of heel grauw. Oh, beetje terug naar nul. Maar met deze maak je jezelf donker of licht. Dus eigenlijk pak ik altijd de luminantie. Doe ik een klein beetje naar beneden, niet te veel. En dan deze ook nog een heel klein beetje, maar ook niet te veel. Anders word ik echt een beetje oranje. Nou, met die bovenste doe ik eigenlijk niks. Dan ga ik naar kleurtint. Kijk, dan zie je als ik hem helemaal weghaal bij de verzadiging worden mijn lippen grijs. En anders echt fel rood. Die doe ik een heel klein beetje omhoog. En een heel klein beetje de luminantie omhoog. Want dan wordt de rode kleur iets lichter. Verzadiging is zeg maar echt de... ja, of die heel erg gekleurd is of heel erg zwart-wit wordt. En luminantie is of de kleur heel fel wordt of heel zacht wordt. Dus die laat ik eigenlijk zo. Dan ga ik naar blauw, turquoise. Nu zit er niet heel erg veel turquoise in. Kijk, als je gewoon een beetje heen en weer gaat met dat dingetje, dan zie je vanzelf of er een kleur verandert. Alsof die kleur erin zit, maar hij zit er nu niet in. Maar donkerblauw is wel, want kijk, hij kan of helemaal paars worden of een beetje turquoise blauw. Ik vind ietsjes paarser wel leuk. Maak de kleur ook ietsjes feller. Kijk, kan je ook weer zo zien. Iets feller. Maar wel ietsjes lichter. Zo, dan ga ik naar paars. Kan ik ook weer helemaal roze maken of helemaal blauw. Nou, ik laat hem iets meer naar de blauwe kant. Ik kom iets feller, maar wel weer ietsjes lichter. En dan ook weer met het roze. Die maak ik ietsjes meer Barbie roze. Zo. Kijk, dit is al best wel een groot verschil. Dan ga ik naar detail. Detail. En dan ga ik naar verscherpen. En die zet ik best wel een stukje omhoog. En kijk, soms krijg je dan van die lelijke stroken. Net zoals hier bij mijn haar en zo en bij mijn gezicht. Dus wat ik dan doe is ruisfrequentie. En dan maak je het allemaal net even iets smoother. Kijk, je kan het heel goed zien als ik hem op 100 zet. Dan ben ik echt zo'n glazuurpoppetje. Maar ik doe hem altijd een beetje rond. Ja, zo. Zodat zeg maar de foto wel scherp is, maar dat je niet die lelijke lijnen krijgt. Door het verscherpen, zeg maar. Dan ga ik naar optica en doe ik altijd deze twee aanklikken. Ik denk, ik vind dat gewoon... Kijk, je foto komt dan ook een stukje naar voren of zo. Vind ik wel leuk. En heel soms gebruik ik nog helderheid. Kijk, nu wordt hij een beetje grauwig. Nu wordt hij echt wel heel flat. Maar bij deze foto ga ik die niet gebruiken. Zo, dan ga ik weer terug naar licht om te kijken of ik nog ietsjes aan wil passen. Ik wil de schaduw nog een klein beetje omhoog. Contrast ietsjes meer. Heel klein beetje belichting. Misschien die gele kleur ietsjes minder. Zo, en dan vind ik hem eigenlijk wel leuk. Wat je dan ook nog als optie kan doen, is bijvoorbeeld stel je vindt dit hier aan de zijkant echt te donker, maar de rest vind je alweer te licht. Dan ga je naar het hoekje selectief. Dan kan je bijvoorbeeld op dit rondje klikken. En dan selecteer je dus alleen dit vlak. En dan kan je hem dus bijvoorbeeld lichter maken of... Hier zo. Dat dan echt alleen dat stukje dus lichter wordt. Even gaan laten zien. Dus ja, maar dat vind ik niet mooi. Dus ik laat hem zo. En eigenlijk is de foto voor Lightroom dan nu klaar. Dan sla ik hem op. En dan ga ik naar Facetune. En dat gebruik ik niet om gezicht te vervormen of iets. Ja, ik had deze video een keertje opgenomen. Gebruik ik niet om mijn gezicht te vervormen, om hele andere dingen met mijn gezicht te doen. Maar ik ga naar het hoekje retouch. En dan ga ik naar detail. En wat ik dan doe, is dingen die ik iets meer scherper wil hebben, daar ga ik dus overheen. Dus deze print vind ik leuk en die opdruk op die mouw. En wat ik vaak ook doe, is mijn wenkbrauwen iets aanzetten hiermee, zodat ze net even iets meer uitkomen. Je kan ook je wimpers doen, zodat je ogen net even iets meer spreken. En kijk, ik weet niet, als ik hem helemaal... Je ziet gewoon dat er meer leven in de foto komt. Maar helemaal, dat vind ik niet mooi. Dus ik zet hem een beetje hier zo. That's what I like. En wat ik dan doe, is kijk, op die trui zie je best wel veel spikkeltjes. En dat vind ik niet zo mooi. Ik weet niet of je het hier ziet, maar
beetje dit en hier. Dus dan pak ik de smooth en daar ga ik dan overheen. Omdat ik dat niet gedetailleerd wilde hebben natuurlijk. Kijk, en dan, ik weet niet, ik vind dat de sweater gewoon wat mooier maakt. Ik bedoel niet helemaal uit, maar een beetje zo. Dan, wat ik soms doe, niet altijd. Maar als een foto bijvoorbeeld heel erg grauw licht is gemaakt. Dus het was echt een bewolkte dag. En door Lightroom kan ik geen kleur in mijn foto krijgen. Dan ga ik vaak naar dit regenboog hier. Ga ik over heel mijn foto heen. Kijk, dan wordt hij gelijk heel erg veel kleur krijgt hij dan. Maar je kan dan net eventjes iets meer kleur geven. En kijk, nu is het niet mooi, omdat de foto van zichzelf al vrij veel kleur heeft. Maar als je echt een hele grauwe foto hebt, dan kan dit best wel helpen. En voor de rest wat ik hier wel eens gebruik. Even kijken. Ja, glow af en toe. Als ik bijvoorbeeld iets in... Kijk, ik doe nu over heel de foto heen. Ik krijg gewoon een soort van shine effectje. Dat vind ik op deze foto op zich wel mooi. Zo, en wat ik soms ook gebruik is deze, de matte. Ik heb namelijk best wel een hoog voorhoofd, vind ik zelf. En af en toe als er dan zonlicht opvalt en je maakt een foto, dan kan je wel zo'n glansbolletje krijgen. Nou, wat je dan kan doen is met mat ga je ergens overheen. En dan, ja, is dat glinsterbolletje weg. Op deze foto heb ik dat niet, dus zo vind ik hem prima. En dan sla ik hem op. En dan zet ik hem eigenlijk zo op Insta. Wat ik dan op Insta soms nog wel eens doe, is nog een beetje met de helderheid en de belichting spelen. Omdat, ja, daar kan je gewoon de laatste final touch dingen doen. Ik vind schaduw altijd heel erg fijn om mee te spelen. En die accenten. Zo, en dan is die eigenlijk klaar om op Insta te zetten. Dan nog één dingetje wat ik wilde laten zien. Ik dacht dat was misschien wel leuk en een goede tip. De app Colortone heeft namelijk echt twee bizar mooie filters. Ze zijn volledig gratis en echt, ik hou echt van die filters. Ik had eventjes met deze foto laten zien. Kijk, dit is een foto die ik heb gemaakt in Kos. En een hele mooie foto heb ik ook een beetje bewerkt met Lightroom. Heb ik wat lichter gemaakt. Maar je hebt dus bij Colortone heb je dus twee filters. En het zijn de filters Maldives en Uluwatu. En dat zijn echt bizar mooie filters. En soms gebruik ik die wel eens op mijn foto's, maar dan doe ik ze heel lichtjes. Dus nooit dat ik op alle foto's dat filter heel erg heftig doe. Sommige foto's vind ik het gewoon mooi. Maar ik gebruik het vooral bij foto's voor in mijn story en dat soort dingen. Want dat vind ik wel leuk. Er zijn ook nog andere gratis filters. Maar ik vind die andere twee dus het mooist. En de rest is allemaal betaald. Maar ik zweer het echt. Die Maldives en de Uluwatu zijn echt de beste. Kijk even hoe mooi. En dan deze doe ik nooit zo heel erg heftig. Want anders wordt hij wel heel erg bruin. Ik weet niet of je het verschil kan zien. Maar kijk, het is net even dat kleine beetje. Maar bij deze foto vind ik Uluwatu mooier. Kijk nou, dat water wordt ook veel meer... Ja, ik weet niet. Het is gewoon een heel klein dingetje. Maar het kan je foto's heel erg veranderen. Dus dat is nog een tip voor wat andere stories. En dan wil ik nog eventjes één shot laten zien. Stel dat ik een story ga maken. En dan kies ik eventjes deze foto. Dan ga ik naar Canvas. En dan 9:16. Want dat is precies het formaat van je story zo. En dan kan je hier dus bijvoorbeeld nog allemaal dingetjes toevoegen. Maar je kan ook nog gewoon foto's toevoegen. Dus een soort van mini collage maken of iets. Kijk, je kan het allemaal zo toevoegen. Helemaal leuk. Je kan ook filters toevoegen hierop. Je kan ook tekst toevoegen. Ook heel erg leuk. Allemaal verschillende lettertypen en kleuren en dingen. Maar je kan hier dus ook filmpjes mee maken. Bijvoorbeeld, even kijken. Ik had dit filmpje gemaakt van vrienden en zo. Met, ja, gewoon iedereen, omdat ik iedereen miste en... Nou, ik had gewoon zin om een filmpje te maken. Dat kan hierop ook. Je kan er muziekje onder zetten. Het is gewoon, ja, heel chill dit. Dus dat is ook een tipje van mij voor jullie. En dat is eigenlijk alles wel een beetje... Oh ja, nee, ik heb nog één dingetje. Snapseed. Ga ik jullie eventjes iets laten zien. En dit is echt de truc. Met welke foto ga ik dit laten zien? Wat is... Oh ja, ik kan het wel met deze laten zien. Ik heb deze foto bijvoorbeeld van Pinterest gehaald. Iemand heeft die blijkbaar gescreenshot van Instagram. Want je ziet hier in het hoekje zo'n klein poppetje staan. Nou, wat je dan doet is je gaat naar Tools. Ga je naar Egaliseer. Oh, dat ging even verkeerd.
En wat je dan doet is je klikt erop en it's gone. Het is een soort van pleister die je erop plakt eigenlijk. En dit kan niet met hele grote dingen, dus ik kan niet heel deze band weghalen. Want kijk, zoals je ziet, en misschien als je heel lang doortapt kan dat wel, maar het wordt er niet heel veel mooier op. Maar bijvoorbeeld bij dat soort kleine dingetjes kan het dus wel. En ja, dat is gewoon een tip van mij. Bijvoorbeeld stel nou dat ik deze foto op Instagram wil zetten. Maar ik wil niet dat balletje erbij. Dan kan ik hem zo weghalen. Dat heb ik ook trouwens met deze foto gedaan. Oh, ik heb mijn ding afstaan. Hallo? Dat heb ik bijvoorbeeld met deze foto gedaan. Deze foto heb ik van de Dior site of Instagram zelf gehad. En daar stond dus ook zo'n tag dingetje. Nou, die heb ik toen weggecamoufleerd. Dus ja, dat was eigenlijk wel een beetje hoe ik mijn foto's en stories en zo bewerk. Heb ik heel veel Afterlight gebruikt. Ik denk dat heel veel mij dat wel gebruikte vroeger. Heel veel meiden gebruiken nu ook VSCO. Ik gebruik dat zelf niet. Ik weet niet, ik vind die methode van bewerken niet heel fijn. En ik vind dat je met Afterlight of met Lightroom gewoon veel meer kan. Ik heb de onbetaalde versie. Ik heb ook een betaalde versie. Ik weet niet wat je daar per se meer mee kan. Want voor mij is het prima wat ik hiermee kan. Dus ja. Ik ga eventjes, denk ik, mijn kledingkast een beetje opruimen. Of nou, ik ga sowieso eventjes mijn kamer een beetje opruimen. Want er staat hier dus echt heel veel troep. En daar word ik helemaal gek van. En dit kastje, daar word ik ook helemaal lijp van. Want er staat ook echt mega veel troep op. Er zijn dingen die weg moeten. En ja, dus dat ga ik eventjes opruimen. En ondertussen ga ik, denk ik, eventjes lekker een filmpje aanzetten. Ik moet zo meteen ook nog eventjes boodschappen doen. En pakketjes op de post doen. Dus ja. Mijn kamer heb ik een beetje opgeruimd. Al lijkt het er niet op. Maar die twee dingen die daar staan, die moeten weg. En dit moet teruggestuurd worden. Pakketje van Zara. Dat broekje van Color Rebel. En ik ga denk ik ook gewoon die blouse van Pretty Little Thing terugsturen. Die gele. Want ik weet niet. Ik vond hem toch niet zo heel erg leuk staan. En ik wil alleen maar nog maar dingen in mijn kast die ik echt heel erg leuk vind. Vandaar dat ik ook weer wat dingetjes op United Wardrobe ga zetten. Ja, ik zal een linkje van mijn United Wardrobe in de beschrijving zetten. Er zitten wel wat leuke dingetjes tussen. Het is niet heel erg veel. Omdat ik natuurlijk vorige keer echt wel super veel op mijn United Wardrobe heb gezet. Dus het is nu niet zo heel erg veel. Het zijn volgens mij 5 dingetjes of zo. Maar als je het leuk vindt, kan je een kijkje daarop nemen. Het is nu 3:10. Ik ga zo eventjes boodschappen doen. Pakketjes op de post doen. En denk straks alvast mijn video voor morgen een beetje bewerken. Pakketjes zijn op de post. We hebben boodschappen gedaan. We gaan vanavond lekker wraps eten met kipgyros. Alleen ik mag dus geen wraps. Omdat er dus veel koolhydraten in zitten. Dus ik ga alleen de kipgyros eten en een beetje sla erbij. Er bestaan dus wel koolhydraatarme wraps. Maar ik kan ze dus nergens vinden bij de Albert Heijn. Terwijl op de site staan ze wel. Maar in de winkel niet. Dus misschien dat het alleen bij van die XL Albert Heijn's te koop is of zo, weet je. Dus ja. Ik ga beneden lekker op mijn laptop filmpjes kijken, want het is maandag. Dus mijn Rosetter vlog is weer online. Dus die ga ik even kijken. En eigenlijk is bijna alles van United Wardrobe wat ik erop had gezet alweer verkocht. Er staat nog wel een heel leuk shirtje op van G's Louise. Die van Jet is. Maar die verkoop ik voor haar. Een trui van Reinders. Zo'n loesje. Heel leuke. Dus dat staat er nog wel op. Dus je kan altijd nog eventjes in de beschrijving kijken op mijn United Wardrobe. Ja, ik ga lekker filmpjes beneden kijken. Mijn oom die tegenover ons woont. Die is eventjes bij ons in de tuin aan het sporten. Omdat we dus best wel veel spulletjes hebben. Maar wij gaan vanavond na het eten weer gewoon lekker sporten. Ik ben vergeten ons eten te filmen. Sorry, het was wel heel lekker. Ik ben me nu aan het inschrijven voor een nieuwe opleiding. Nee, ik snap er niet van. Ja, ik heb dit toch al gecontroleerd. Ingevoergegevens komen niet overeen met gegevens in ons systeem. Controleer account, geboortedatum en e-mailadres. Ik heb me ingeschreven. Of na het eerste deel. Het duurt nu 2 dagen voordat ik een mail krijg. En dan moet ik de inschrijving zeg maar afmaken. Als het allemaal goed is gegaan. Althans, die mail heb ik wel gekregen. Dus ik ga er wel vanuit dat het goed is gegaan. Ik ga nu eventjes mijn vlog bewerken die morgen online moet komen. En dan gaan we straks in de tuin nog eventjes lekker sporten. Wij gaan lekker sporten. Maar we hebben eigenlijk allebei geen zin. Kijk eens deze clowns outfit zoals Miel noemde. Dus we gaan niet zo heel erg lang. En ik ga niet mijn benen doen. Want ik heb hele slappe benen. Dus ik ga alleen buiten en gewoon bovenkant.
Ik ga lekker douchen. En ik ga denk ik ook niet heel erg laten slapen vandaag. Want ik ben echt heel erg moe. En ik moet morgen ook weer vroeg op. Want ik heb online les. En ik moet mijn scooter eventjes langs de maker brengen. Want die is niet meer helemaal zoals die hoort te zijn. Nee, ik ga lekker slapen. Het is 10:45 of zo. Maar zijn hadden we best wel moe. En ik heb morgen school. En vroeg opstaan. En ja, slaap lekker, tot morgen.